Oh shit! Oh, oh. Wij staan bovenin nu. Oh wow, shit! Goed dan! El Clasico, zo kan je het zien. Bram Krikke, Stefan de Vries en Peter de Lumberjack Arts. In de ultieme titanenstrijd, hart tegen hart. Bram, a.k.a. de man van elastiek, tegen Stefan de Vries, a.k.a. die gast in dat gele shirt. Dit is Bram versus Stefan. Yes. Welkom bij de zesde en laatste aflevering van Bram versus Stefan. We staan weer in Breda bij het distributiecentrum van de Jumbo. En ja, ik sta wel achter, 3-2. Maar uiteraard ga ik vandaag voor de 3-3, Stefan. Je gaat eraan, Stefan de Vries. Het wordt een bittere strijd, een epische conclusie. Ik heb er zin in. En uiteraard doen we dat weer onder leiding van niemand minder dan Peter, de Lumberjack. Yes! Aard! Pizza! Wie kent hem niet? Bram, Stefan. Deze challenge doen jullie niet alleen. Het team van Jumbo-medewerkers zal jullie besteden. Hoe jullie ze indelen zal bepalend zijn voor de winst. Zijn jullie klaar om jullie team te ontmoeten? Uiteraard. Kom maar. Deze week worden Bram en Stefan geholpen door de medewerkers van het Jumbo Distributiecentrum in Breda. Met precisiewerken is een ding, maar kunnen ze dat talent ook vertalen naar de challenge van vandaag? Welkom. Dit is de zesde en laatste aflevering. Trefbal in het distributiecentrum. En niet zomaar een potje trefbal. Een uitdaging waar je zowel je arm- en beenspieren optimaal moet inzetten. De regels. Gooi iemand af, is die af. Vang je de bal, is de gooier af. Bram en Stefan krijgen een troon. Als je hem raakt, win je deze ronde. Jullie mogen alleen op de gekleurde tegel staan. Maar één persoon per tegel. Ja, zijn jullie klaar voor de tactiekbespreking? Altijd. Yes. Let's go. Yes, yes. Alright. Ik vond trefbal verschrikkelijk. Nee, ik was er ook altijd slecht in. Ik ging altijd als eerste af. Dus ja, niet echt het finale spel waar ik op had gehoopt. Dit wordt echt heel erg lastig. Kijk, ik denk dat als Bram probeert te gooien, dat misschien zijn arm zelfs wel vanaf breekt. Op. Krak. Alles sexy. Altijd. Nice. Ik sta dus nou, inmiddels 3-2 achter. Het is mijn eigen serie, dus we moeten vandaag winnen. Ja, daar gaan we voor zorgen. Over Bram, als je heel hard gooit, dan breekt hij dus in tweeën. Ja, ik breek hem zo in tweeën, dan met één gooien. Nice. Op een schaal van 1 tot 10, wat geef jij Stefan? Ja, een 7. Min 10, inderdaad. Dat heb jij helemaal goed. Stefan, hoor je dit? Ik hoor alleen maar gezeik, Bram. En wat vind jij voor een goede tactiek? Sowieso dat ik gewoon achteraan. Dat ik achteraan ga staan en jullie mij allemaal beschermen? We staan voor, dus we kunnen op de counter spelen. Precies. Hoor je dat, Stefan? Verdedigen is de beste aanval. Steef, hoor je dat? Ik hoorde niks. Oké. Okay. Trefbal maakt het een beetje moeilijk, omdat je moet in je vak blijven. Je kan naar een ander vak toespringen. En je mag niet op de grond komen, in principe alleen in het vak. En natuurlijk, je moet uitkijken natuurlijk, dat je niet geraakt wordt. Teams, 3 minuten. Om de halve minuut gooi ik een bal. Zijn jullie klaar voor? Yes! Oh shit, daar komt de bal. Oh, nee. Oh ja! Die is meteen raak voor team Stefan. Oh shit! Ja! Hij is wat. Oh ja! Pak hem! Stefan! Oh shit! Bram, ik heb jou! Oh, ja! Oh, shit! Bram en Stefan nu 1 tegen 1. Ja, dit moet ik kunnen hebben, toch? Dit moet ik kunnen hebben. Bram en ik tegen elkaar, als ik deze dan niet win, dan is Bram dus blijkbaar beter. Nog 40 seconden. Nee! Ja, oh, nee. Daar gaat Bram af. Kom maar! Boom! Ja, Bram, geen schijnbare kans. Yes! Domme!
Lekker! Ik weet niet hoe dit fout ging. We lagen ook gewoon lekker op koers om te winnen. En op een gegeven moment is die Stefan met zijn gladde armen als enige over. En het gaat alleen maar fout. 1-0 voor Team Stefan. Alleen let op, heren en dames. Als je uit je vak stappen, niet in het vak, stuur je naar achter. Ja? Okay. Ja, is goed, Peter. Klaar. Yes. Kom op. Ja. Nu is de eerste worp voor Team Bram. Gaat hij het verschil maken? Boing. Goede worp van Team Stefan trekt het weer gelijk. Oh, maar daar wordt Stefan zijn bal gevangen. Oh, dat moet pijn doen. Naar. Oh, juist. Team Bram trekt het weer gelijk. Het is 1-1. Hoppakee. 1-1. Chupa mi dollo, Stefan. Okay, maakt niet uit, jongens. Maakt niet uit. Wat blijkt, corona en trefbal gaan gewoon heel goed samen. En matjes of geen matjes, het blijft kut. 1-1 is het nu, ja. Zijn jullie klaar voor? Yes. Hala. Oh. Ja, uit je dingen. Ja, want het is nog steeds verboden om uit het veld te stappen. Oh! Dat is mooi gespeeld van Stefan. Oh, yes! Mooi. Hij lijkt veel actiever mee te doen dan Bram, die zich vooral verschuilt achter zijn team. Oh, ja! Stefan domineert in zijn eentje team Bram. En ze weten er werkelijk geen raad mee. Oh! Ja, bang! Ja, hij is af! Oh! Nee! Bang! En nu is ook Bram af. Het is 1 tegen 1. Wie scoort het volgende punt? Het is Stefan. Of ik ga gigantisch af, want als Stefan de volgende wint, dan ben ik klaar. Ja, of de spanning is weer helemaal terug en dan moet ik hem gaan pakken. De score is 2-1 voor Stefan. Ja, de laatste 3 minuutjes komen eraan weer. De ene laatste. Zijn we klaar voor? Yes. Kom aan, boys! Ja! Haha! Oh! Ja, lekker! Ja! Ja! Oh! Pas op! Ja! Oh, shit! Stefan, ik heb seks gehad met Brit. Geil! Jij ook al? Wow, Peter! Pizza, dat je wel maas zijn! Oké, gooien! Hij staat bovenin nu, hè? Ja! Yes! Nu Stefan af is, blijft er nog maar 1 gele deelnemer over. Kom eens! Bram maakt gelijk. Ja, dan zie je echt hoe krachtig mijn team is. Ik had geen bal geraakt. En toch win ik. 2-2. Goed, weet je, het is nog allemaal open. We kunnen nog steeds winnen, toch? 2-2, dit is de grote finale. Zijn jullie klaar voor? Yes! Het staat 2-2 en het wordt een spannende finale. Het ziet er slecht uit voor Team Bram. Hey, moet niet zoveel bal aan hun geven, Peter. Ik ben de scheidsrechter. Ja. Hier. Oh, shit. Kan nooit handig zijn om tegen de scheids in te gaan. Oh. En nu wordt Bram gedwongen om mee te doen. Ga naar voren. Oh! Ja. En dan gaat het ineens heel snel. Ja, op zijn arm. Pas op je arm, Flikker op, jongen. Helemaal niet, dat komt niet. Hallo. Rode kaart voor Stefan zelfs voor terugpraten. Oei. Ja, zo zag je maar weer, hè. Een beetje tegenspraak en meneer ging helemaal... Hier is energie. Een loser eigenlijk. Dus dan heeft hij Peter wel betaald of zo. Ik weet het niet. Doei! Oh nee, en Bram moet nu ook aftaaien. Doei. Wat een blamage. Nog een, ja, doei, stupid. Pak hem! Oh, en Peter gaat zich ermee bemoeien. Ja, best af, zoals het was. 1 tegen 1 is het nu, het wordt hier beslist. Yes. Zo, de grote mond van Stefan heeft wel heel veel consequenties. Tjoepa, Stefan! Uiteraard winnen wij. Ik had ook niet gepikt als Stefan had gewonnen. Dus, Peter was zelfs onze mensen aan het afgooien trouwens. Hè? Zag je dat? Nou, ik weet het hoor. Ik vond het, laat even in de comments weten wat jij vindt. Welkom terug. De stand is 3-2 voor Stefan. Je hebt goed gestreden, goed je best gedaan. Waarom heb jij gewonnen, Bram? Iedereen was af. En jij, Stefan, waarom heb je gewonnen? Nou, we hadden natuurlijk eigenlijk gewonnen, maar ik heb het gevoel dat er een beetje werd gefraudeerd.
Okay. Maar we gaan het meemaken. Wacht even. Noem je Peter nou frauduleus? Nou, noem geen naam. Oh, iemand anders dan. Dus en de winnaar is Team Bram. Yes! Hey. Yes! Alsjeblieft. Wel verdiend. Oeh! Yes! 3-3. Zo kan het niet eindigen. Ja, er komt nog een studentet. 1-1. De winnaar daarvan krijgt de beker. Stefan, pas op, hè. Zijn er klaar voor? Kom maar. Yes. Ja, dit is wel epic, om het zo maar te noemen. Dit is wel, dit is wel echt een Hollywoodfilm, toch? Ik heb hier niet zo'n vertrouwen in, eerlijk gezegd. Stefan, groot, sterk, kracht. Ik, dun. Motorisch gestoord. Geen balgevoel. Sudden death, ja. Wish me luck. Bram, Stefan, dit is de finale. Je hebt één bal. Gooi ik je af, ben je klaar. Ben je afgelopen, ja? Zijn eigen serie. Wie zag dat aankomen? Suck it, Stefan de Vries. Dankjewel. Yes, yes, yes. Stefan de Vries. Hey. Dat was wel mooi gegooid. Dankjewel voor het kijken. Ik heb ervan genoten. Stefan, dankjewel voor het meedoen. Ja, bedankt. Gefeliciteerd, Bram. Dankjewel. Oh, loser. Peter natuurlijk bedankt. Alle teams bedankt die hebben meegedaan. Hij is ook een beetje van jullie. En nou, tot de volgende keer. Joejoe! Hebben. Ik vond best leuk. Toch? Ja, is leuk. Peet? Vond alleen een beetje lang duren. Ja, dat wel. Trouwens ook echt zo. Ja, het duurde wel echt heel lang. Ja. Maar hey, ik heb hem. Ook onderdeel worden van een Jumbo topteam? Kijk dan snel op jumbowerk.nl voor al onze vacatures. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Joejoe.